Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets doen met slangen. Nou ja, het is niet echt iets met slangen, zoals jullie wel aan de titel zagen, maar zo heet het. En ja, tot zo. Nou, wat je nodig hebt zijn rubberen handschoentjes, een bak met wat zand, een zelfgemaakt trechtertje van flessen, van een spa blauw flesdop zoals ik het heb, een bakje, een lepeltje, een aansteker, Tesla 0, 99% alcohol, pure baksoda en wat suiker. Nou, we beginnen met 3 schepjes suiker hier zo in te doen. Er zit al een lepeltje in. Nou, boeit wat. 1, 2, 2,5, 3. Zo, 3 schepjes suiker. En daarna 1 schepje baking soda. Dus knoeiert Kian. Ik denk dat het wel genoeg is. Zo. En dat moet je dan gaan mixen. Heel goed mixen. Echt goed. Zo. Wat we nu gaan doen is in de bak met zand 3 kuiltjes maken. Je kan dat ook met 1 kuiltje doen. Maar ik doe het met 3. Want dan heb je 1 op de 3% kans dat het lukt. Volgens mij zoiets. Ach joh, boeit wat. Zo. Zo, 3 mooie strakke kuiltjes. En dan pak je deze. Dus de zelfgemaakte trechter. Dan zet je die er zo in. En dan giet je, nou in mijn geval, in alle 3 een beetje. Nou, giet je niet met een lepeltje in alle 3. Een beetje van dit. En dan, als je dit hebt, zo, dan doe je er nog een beetje Teslamol alcohol bij. Ik kan het ook niet zo goed uitspreken. Oh, zo is het goed, denk ik. Oké. Ik heb nog nooit met spuitbussen Nou, wel. Och, laat maar. Zo. En dan moet je het aanduwen. En dan trek je dit weg. Zodat het mooi is. Zo. En dan heb je zo'n mooi torentje. En dat doe je bij ze alle 3. Zo. Dan heb je dit. En dan... ik heb er 3 gemaakt, ja. Dan pooi je er een heel klein beetje nog omheen. Zo. En dan doe je de dopper op. En dan zet je alle brandbare spullen even aan de kant. Dus dit zet je aan de kant. Dit op de aansteker na natuurlijk. Want die is trouwens niet eens brandbaar. Oftewel. Volgens mij. Zo, dan gaan we het nu in fik steken. Dus alle brandbare spullen zijn ver weggezet. En dan... Dit is gevaarlijk. En nu afwachten. Thank you.
gelukt zoals ik hoopte. Nou, wel een beetje. Deze twee zijn heel goed gelukt. Deze is helemaal mislukt. Maar die was in het begin toen ik die hoopjes maakte ook ingestort, deze. Nou, misschien snap je nu wel waarom ze het zwarte slangen noemen. Een slang en het is zwart. Maar ja, het is ook heel licht. Kijk maar, deze is afgelopen. Ik doe dit trouwens wel met toezicht van oudertjes. Ouders bedoel ik, sorry. Oh, deze. Nou, in ieder geval, dit stuk, daar zit heel veel aan, maar het vliegt gewoon een soort van. Nou, jongens, dit was het. Tot de volgende vlog dan maar weer. Doei! Damn.